Wat Gucci mensen? Samen doen. Ja! Wie heb hier voor een gloednieuwe video? Nou, ik ga direct met de deur in huis vallen mensen. De reden waarom ik afwezig was. Je boy was ziek. Ik kon moeilijk praten, maar we zijn terug voor een andere aflevering van een Pop de Balloon. Mensen, ik wil niet te veel praten. Aan de titel kan je lezen. Pop de Balloon editie. We hebben dames ready. We hebben boys ready. We gaan hem gezellig maken mensen. Vergeet me niet te volgen op elke social media platform. Pop. En dat we hier. En als jij wil meedoen met de volgende aflevering van een Pop de Balloon. Vergeet je niet aan te melden. Mijn socials staan beneden. Let's go. Nou, oké. Okay. Die boys mogen komen. Komen jullie hier staan? Dat zie ik al. Ja, het is... Nee, sta maar. Mooi. Ik kan een klein beetje naar achter. Dat ga ik sowieso knippen. Ja. Mooi. Mensen, zoals jullie zien, ik heb frisse boys hier geregeld voor de dames. We gaan ze vragen. Een kleine introductie. Let's go. Wie de... Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven en wat is je type? Mijn naam is Georgie. Ik ben 25 jaar. Ik ben half Surinaams, Cavendish. Mijn dagelijkse leven is werken bij de Albert Heijn als vakkenvuller. En ik wil later bezorger worden. Ik heb ook eerder meegedaan met Pop de Balloon. Jullie kennen me al van Georgie laten zien. Dat is best wel een lange introductie, maar ga je gaan? Georgie gaat je laten zien. Ik ben mijn baan voor niets. Dus ik ben, dus zoek juist een goede match toch? Ja, die muts. Vandaag heb je een gele condoom op je hoofd. Hoe dan? Weet je wat? Ik doe gewoon af, man. Dat is best, man. Nee, doe wat jij wil. Nee, ik ga afdoen, man. Oké. Okay. Bam. Nu ben ik echt ready voor Pop de Balloon. En nu ben je zelf? Nu ben ik zelf, ja. Ja, toch. Oké, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En waarop val je? Ik ben Quinten. In dagelijks leven werk ik. Ik ben veel bezig met sporten en voeding. En daar maak ik ook video's over. Ik heb niet echt per se type, man. Gewoon wel of niet, weet je toch? Als het aan is, dan is het aan. Als het aan is. Vertel. Xander, 20 jaar, uit België. Dagelijks leven doe ik gewoon werken. En voor de rest trainen, man. Kickboksen. Oké, vertel. Ik ben Nani. Ik ben 23 jaar. Niet leeftijd. Oh. Maar oké, vertel. Ik ben Nani, ik kom uit Amsterdam. En als je weer wil weten, moet je me gewoon een kans geven. Ja, vertel. Ik ben Ayoub. Ik ben profvoetballer bij Excelsior Maassluis. Ja, maar voor de rest heb ik niks te zeggen. Waar val je? Gewoon, ik val op persoonlijkheid. Oké, okay, top. Ja. Vertel. Hoi, Mo. Hè. Ik doe dagelijks leven. Ik heb Kaperzak in Utrecht. Mm-hmm. En ik woon in Den Bosch. Oké. Okay. Waarom val je? Wat is je type? Innerlijk, hè? Ja. Persoonlijk, oké. Vertel. Hi man. Majid Oud-Ude, 24 jaar en ik ben kapper. Moet leeftijd zeggen, jongen. Maak niet uit. Vertel. Ja, Majid Oud-Ude en kapper. Ben je niet wachten? Ja, een beetje, man. Kom down. Ja. Komt goed. Oké, nou boys. Hopelijk wordt het spannend voor jullie. Dus we gaan beginnen, man. De eerste dame mag komen. Nou, vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven? En waarom val je? Nou, ik ben Tiffany en ik val gewoon op iemand die verzorgd is, die lief is en het liefst Surinaams. Liefst Surinaams? Ja, het liefst Surinaams. Oké, duidelijk. Ja, of Antilliaans is ook goed. Oké. Dominicaans mag ook. Oké. Jamaicaans mag ook. Oké, getinte jongens. Voornamelijk getint. Oké, een paar boys hebben gepopt. Laten we kijken waarom ze hebben gepopt. Jullie mogen je ballon even houden. Doe even mee. Waarom heb je gepopt? Ja, ik ben haar type niet, man. Nee. Ze valt niet op lang, dus. Maar is zij wel jouw type? Kan wel, maar ik ben haar type niet. Wat bedoel je met kan wel? Is jouw niet redelijk. Kan wel. Zou ik misschien wel kunnen werken. Dankjewel. Duidelijk. Vertel. Je bent een mooie meid, maar niet met type. Ik val wat meer op halfbloedjes. Oké. En ook wat meer. Ik hou wat van met meer vlees. Ik ben zelf ook wat meer, dus ik hou ook wat van met meer vlees, toch? Ja, is logisch. Oké. Loop mee. Waarom heb je gepopt? Dat is niet mijn tip en ik val op iets anders.
Waar val je dan? Op half bloed, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat ben ik niet, nee. Nee, ben je niet? Kom. Nee, maar het goede nieuws is... Wat zeg je? Ik ben Nederlands. Nederlands, oké. Okay. Ik ben een snowbunny. Snowbunny. Yo. Oké, okay, je hebt nog 4 ballonnen over. We gaan kijken waarom ze niet hebben gepopt. Waarom heb je niet gepopt? Ik vind dat aantrekkelijk. En je bent mooi. Je valt op lightskins, had ik gehoord. Dus had ik mijn ballon juist zo heel gehouden. Dus ik... wat is je naam? Nee, wacht. Ja. Ik ga het snor. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Ja, gewoon nog even kijken, man. Is gewoon oké, toch? Dus even kijken. Oké, doe mee. Waarom heb je niet gepopt? Ik wil even wat meer horen. Jij? Ja, ik vind het normaal, niet slecht. Wat? Ik vind het normaal, niet slecht. Waarom okay. Niet? Kan. Kan. Oké, okay, kom. Nou, Mag wat zeggen? Ja, je mag natuurlijk. Mag, ja. Wil ik je typen? Ja. Oké, mogen die 4 guys die hun ballon nog over hebben, nemen jullie een stap naar voren? Of ja, kom maar hier staan. Ja, sluit je aan. Oké, okay. Nou, dit is de bedoeling. Jullie mogen elkaar vragen stellen, wat intieme gesprekken. Kijk als het jullie type is of niet, dus ga je gang. Heb je vragen voor haar? Wat voor hobby doe je eigenlijk? Mag vragen. Wat mijn hobby's zijn? Ja. Maar ik vind het leuk om te sporten. Ik vind het ook leuk gewoon om uit te gaan en zo. En hoeveel keer sport je per week? 3 keer ongeveer. Ja, okay. Ik doe ook hardlopen en naar de sportschool gaan en zo. Oké. Okay. Dus ja. En wat voor werk doe je precies? Ik doe de opleiding kapper, dus dat is ook gelijk mijn werk. Oké, hoe lang doe je als kapper? Ik ben dit schooljaar begonnen. Oké. Dus dan ben je al begonnen met kapper? Ja. Oké. Sport je? Dat doe ik. Ja, ik sport wel. Ja. Oké. Okay. Ik 1 keer, 2 keer. In de week? Ja, in de week, ja. Oké. Okay. Ja. En waarom zoek je een man die luisteren is? En wat is jouw ideale man? Als ik, dat is gewoon mijn voorkeur, zeg maar, qua uiterlijk. Oké. Er zijn ook wel uitzonderingen, hoor, maar het liefst... Ja. Ja, sorry, je bent geen uitzondering. Oké. Er zijn uitzonderingen. Het is niet dat het echt alleen dat is, maar het liefst wel gewoon. Is goed. Ja. Ja, nee, dat is... Ja, precies. Ja. Vertel, heb je een vraag voor haar? Ja, hij heeft al heel veel vragen gesteld, man. Ja, ik heb nu even nog geen vragen, want ik ga even nog nadenken. Maar hij heeft meestal gevraagd eigenlijk. Ja. Oké, straks mag je je vraag stellen aan de contestanten. Vertel, heb je een vraag voor haar? Ah ja, kan je koken? Pop je ballon maar. Huh? Nee. Ja, okay. Nou, niet echt, nee. Nee? Maar ik ben wel bezig met het leren. Ik wil een vrouw die kan koken voor me, snap je? Ja, maar ik ben bezig met leren. Ik had laatst gekookt. Ja. Wat heb je gemaakt? Pasta. Ja, dat kan ik ook. Ja, maar dat is niet fucking. Maar ik kan het toch leren? Ja, heb ik niks aan. Oké. Okay. Okay. Kan je koken? Ik kan koken. Maar dan kan je haar toch leren? Ja. Maar ik heb zeg maar, kijk, ik ga naar werk. En ik kom thuis, dan vind ik het wel fijn dat de vrouw voor me wat heeft gemaakt, toch? Dat zijn mijn behoeftes, mijn dingen. Nee. Oké. Okay. Oké, je mag het daar sluiten. Oh ja, en ik ben ook geen Surinamer. Oh ja. Ja, duidelijk. Vertel, waarom... heb je vragen voor haar? Nee, we hebben allemaal gehoord, alle vragen. Hij heeft alle vragen. Dus je weet genoeg over haar? Ja, is goed. Dus je wil haar? Nee, nu niet. Kijken, nadenken. Ja, ik begrijp het. Oké, heb je vragen voor deze die... Mannen die geïnteresseerd zijn in jou. Wat doen jullie voor werk? 1 voor 1, vertel. Ik werk bij Albert Heijn en ik doe social, post ik video's op TikTok. En ik ben artiest, dus... Oké. Okay. Dus je doet content? Dus content, ja, content. Wat voor muziek doe je, maak je? Ik maak R&B, hip-hop. Kan je het laten horen? Oké. Kan je een liedje voor me zingen? Ik kan a cappella doen. Ga je gaan, okay. Let's go. Georgie gaat je laten zien. Ik ben een bafenies, kom je ga je laten zien. Georgie gaat je laten zien. Oh, nu ben ik up, man, ik ga niet up. Ik voel het wel hoor. Ja! Kennen we allemaal, ja, oké. Okay. Weet je zo nog hier? Ja. Oké. Okay. Een vraag voor hem. Ja, wat voor werk doe je? Ik doe isolatie. Okay. Dus ik moet de spouwmuur moet ik meewerken.
Dus dat, man. Oké. Okay. Wat voor werk doe jij? Ik ben zelf kapper. Ik heb een kapsalon. Je moet naar haar kijken, niet naar mij. Ja, maar jij vraagt het aan mij, niet zij vraagt mij. Ja, ik heb een kapperzaak in Utrecht. En ik ben bezig ook met autohandelaar. Mijn broer zit in de zaak. Nou, ik doe ook kapper. Ja. Kan een keer langskomen, kijken. Ja. Oké, okay, hoe lang doe je al kapper? 3 jaar. Oké, okay, ja. Okay. Dus je bent er best wel een professioneel in? Niet zo. Mijn broer draait de zaak, maar ik ben eigenaar. Oké. Okay. Ja. Maar ben je de type kapper die zegt van, hé, laat me je knippen, of komt iedereen automatisch bij je? Nee, nee. Oké. Okay. Duidelijk. Ja, nee. Ga je gang, Tiffany. Sorry. Heb je nog vragen voor ze? Hebben jullie vragen voor haar? Kijk, boys, kijk. Jullie zijn zenuwachtig, ik begrijp het. Maar dit kan je toekomstige vriendin zijn. Als we eerlijk mogen zijn. En als het je toekomstige vriendin is, hoor je vragen te stellen die jij vindt dat je helpen. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik ben 25. 25. Oh, dat is wel echt te oud voor mij. Dat kan echt niet. Ik ben 20. Ja, doe maar. Ja, ik ben 18, dat kan niet. Nee, ik bedoel, je bent te jong, maar alsnog ben je prachtig, toch? Dankjewel. Ja, toch. Dus wist je wel dat ze 18 was? Ik wist wel, maar ik twijfelde toch. Dus ik dacht van, misschien valt ze op andere mannen, maar als ik nu hoor, dan nee, dat toch. Take a step back. Eigenlijk ben je al uiterst, maar je bent daar goed. Leuke schoenen trouwens. Ja, dat is Brooks, hè? Ja. Ja, 40 euro, man. Yo. Yo. Oké, ja, vertel. Zo vroeg, wat is je leeftijd? Ik ben 20. Oké, dat is goed. Vertel. 24. Ja, dat is... Dat kan nog. Het kan. Nee, ja. Nou, ja. 25 kan nog. Nee. Dat kan nog. Ja, ja, ligt aan jou. Ik weet het niet zo. Wacht, even denken hoor. Nee. Overduidelijk. Zodat ze twijfelt. Je hebt gelijk, broeder. Ja. Je hebt gelijk. Als ze twijfelt, bedankt. Ga maar daar staan. No! Niemand stapt naar voren. Niemand stapt voor. Je mag daar aansluiten, Georgie. No! Kijk, dit is eigenlijk de laatste ronde voor jullie. Ja, finale. Nogmaals, hebben jullie vragen voor elkaar? Mogen jullie elkaar stellen? Ja, ik hoorde net van uitgaan dat je dat leuk vindt. Hoe vaak is dat ongeveer? Ik ben de laatste tijd niet zoveel uit geweest. Maar gewoon wanneer ik zin heb eigenlijk. Ik ben nu echt, denk ik, misschien meer dan langer dan... Ik ben 2 maanden niet uit geweest nu, maar gewoon wanneer ik zin heb. Ja. Ga je vaak uit? Nooit, man. Waarom niet? Ik vind het niks. Dus ik hou daar ook echt niet van, man. Festivals en zo, vind je dat wel leuk? Nou ja, ik ben 18 dit jaar geworden. Niet net 18, maar ik ben dit jaar 18 geworden. Dus ik ben nu wel naar veel festivals geweest deze zomer. Oké. Okay. Ga je wel naar festivals? Niet, man. Dus eigenlijk wil je ook geen dame die uitgaat? Niet, man. Liever niet eigenlijk. Maar ze zei, je gaat niet vaak uit, toch? Je bent niet elke weekend. Nee, niet elk weekend, nee. Dat kan ook. Nee. De persoon moet toch genieten? Je gaat die dame niet de hele dag thuis horen, ze gaat stressen. Ja, maar ja. Ik ben al aan het werk, zeg maar in de week werk ik en ga ik naar school. En het weekend wil ik gewoon met mijn vriendinnen leuke dingen doen. Dus. En ik ga ook echt wel met mijn vriendinnen. En je sport ook? Ja. Hoeveel dagen per week? Ja, 2-3 keer. Kom op, broeder. Ja. Je sport ook, jullie kunnen elkaar helpen. Ja. Ik ga niet heel veel uit. En we kunnen samen uitgaan. Eerlijk. Oké. I like the energy. Dit hoor je te hebben. Eerlijk. Heb je andere schatjes? Nee. Ik ben rustig, man. Mm-hmm. Ja, ik ben rustig. Nou, dan is het al heel duidelijk als ik naast jou mag staan dat zij echt open staat voor jou. Het enige wat je moet doen is grijpen. Van die rust, man. Ik weet niet, man. Waarom twijfel je? Vertel me. Nee, dat ik uitga. Nee, gewoon... Ja, ik weet niet of je helemaal mijn type bent, gewoon eerlijk gezegd. Wat is je type? Beschrijf het dan. Ja, ik heb niet echt per se type, weet je wel, maar gewoon... Je ziet het meestal wel of het wel of niet iets is, weet je wel. En ik zit, als ik twijfel, dan denk ik eigenlijk al... Waarom dat hoort je niet, dan? Weet je wel. Ja, ik weet niet, dat vind ik altijd lastig om te zeggen, maar... Als ik twijfel, dan denk ik gelijk al... Ik zou niet moeten twijfelen, weet je wel. Hoeveel, snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp je. Hoeveel procent is zij dicht bij jouw type? Gewoon van de 100? Ja. Ja, ik denk misschien 60, zoiets. Ja, laat maar. Ja, pop je ballon maar. Ja. We zijn klaar. Ja. Ja. Je mag daar gaan staan. Oh my god, man. Ik heb mijn best gedaan. Je hebt echt je best gedaan. Je hebt echt je best gedaan. Meer kon je niet doen. Nee. Oké, nou, we doen de twistronde.
Boys, jullie mogen allemaal een 1,80 maken. Kijk naar die muur. Dan gaan we hem nu doen op basis van... Ja, karakter, stem, geluid. Oké, nou, de volgende dame mag komen. Luister, boys. Kom, hoe staat ze naast me? Nou, vertel, ik heb hier een aantal boys voor je gezet. Ze zien jou niet. Nee. Dus dit is dan je kans om dingen te zeggen van jezelf die jij het interessant vindt, dat zij het interessant vinden. Dus vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek jij in een man? Ik ben Samantha. In mijn dagelijks leven doe ik leuke dingen doen met vrienden, gamen, sauna. En wat moest ik nu zeggen? Wat zoek je in een man? Ja, loyaliteit, gezellig. Ja, dat een beetje. Wat voor werk doe je? Geen. Ik studeer. Oké. Okay. Je kijkt, je piep, je piep, je piep. Kijk, kijk, hé. Hey. Oké, okay, sorry. Ja, welke opleiding doe je? Helpende zorg en welzijn. Oké, okay, top. Nou, boys. Als jullie iets hebben gehoord dat interessant is, mag je een poppen of niet, zo niet maken 1,80. Je mag draaien? Yes. Ligt erbij. Als je iets hebt gehoord wat ze net zeiden dat interessant is, mag je poppen. Zo niet, home. Verrassend. Ja? Ja. Oké. Okay. Nu gaan we vragen waarom ze niet gepopt. Loop even mee. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Ik ben knap. Voor een blondie. Wat? Zo'n snowbody. Snow bunny, bunny. Snow bunny, jeetje, ja. Ik heb mijn woord al, ontdekt, maar. Ja, en je studeert. Vind ik best wel oké. Okay. Dankjewel. Volgende. Ik kom zo bij je. Want, ja, vertel. Waarom heb je niet gepopt? Ik wil gewoon wat meer horen. Ja, ja. Dan gaan we meer horen. Bij jou? Ik wil weten. Ik wil wel één vraag. Kan je koken? Ja. Wat kan je koken? Van alles. Ja, noem eens op. Wat Indische gerechten, Nederlands. Ja. Ik hou niet van Nederlands eten juist. Nee, dat eet ik ook niet zo vaak hoor. Ik eet meer Indisch. Gewoon rijst en zo, kip. Dat soort dingen. Oké. Goeie. Waarom heb jij gepopt? Is niet mijn type, man. Nee. Helemaal niet. Nee. Oké. Wat maakt haar niet jouw type? Een beetje half bloed, zeg maar. Nee, ze valt er helemaal niet. Oké. Nee, duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ja, zij op mij niet type. Ook zeg maar, ja, een beetje lijkt oud. Wat bedoel je daarmee? Ja, hoe oud ben je? Hoe oud denk je? Sowieso plus 24, denk ik. Ja. Ga je het nog zeggen? Of? Ja, ik ben 23. Ja, zij is niet mijn type, bro. Maar als ze er 24 of 25 jaar uitziet, ja, is het toch goed voor jou? Je bent toch ook gewoon die leeftijd? Ja, ik vind daar ja, niks voor mij. Ik weet niet, maar beter skippen. Ziet eruit. Ja. Wat maakt haar niet jouw type? Ja, je ziet dat. Je ziet eruit. Zij lijkt op oude vrouwen, zeg maar. Waarom heb jij niet gepopt? Ja, zal ik nog even wat meer horen, toch? Ja, jullie geven haar kans, zoals het hoort. Grapje hoor. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, echt niet mijn type, man, sorry. Wat maakt haar niet jouw type? Het is skinny, ik vind die outfit niet mooi. Wat is mis aan je outfit? Het is gewoon een normale outfit. Ik weet het niet, man. Ik trek mij niet aan. Wat is jouw ideale outfit die jij leuk vindt? Iets meer baggy of zo. Baggy? Ja, iets meer zo. Maar jij hebt niet baggy, hè? Nee, maar bij vrouwen vind ik dat mooi. Bijvoorbeeld. Oké, okay, nou, loop naar achter. Die boys, ja, mag ik jou even... Jullie mogen... Die guys die hebben gepopt, ga maar naar die kant. Die hebben gepopt, komen naar hier. No, je hebt nog 4 guys hierover. Het is dan de bedoeling dat jullie intieme gesprekken hebben. Dus dat gaan we dan voeren. Heb je vragen voor hun? Nee, niet op dit moment. Dit moment, misschien later. Hebben jullie vragen voor haar? Georgie, ga je gaan. Hoeveel ex heb je gehad? Ja, ik heb geen idee. Niet zo heel veel. En wat is je eerste relatie toen je je date had? Mijn eerste relatie? Ja. Hoe dat was? Of, ja, wanneer het was? Of, ja, dat was op mijn 14e. Was gewoon
ja, jonge liefde. Puppy love. Ja. Dus die tel je eigenlijk niet? Nee. Middelbare school thuis, zeker. Ja, middelbare schooltijd was had je eerste liefde voor gevonden. Klopt. Dat kan, dat kan. Ja, maar wat is je type eigenlijk? Mag vragen. Nou ja, sorry, maar lichte huidskleur. Lang haar, verzorgen. Hey! Dat is goed, dat is ja, tot. Ja, maar ja, kijk, ik vind je wel. Je bent intelligent, dat vind ik dan ziek aan jou eigenlijk. Ook heb ik knap, maar je bent wel slim. Maar die tattoo bij je rechterbeen, wat is dat eigenlijk? Dat is een slang. Ja, ik kan niet echt van slangen, dat is niet echt mijn favoriete dier. Oh, oké. Nee, maar het zit wel best wel netjes. Ik bedoel, je moet zo weten, snap je, als je het mooi vindt. Maar, ja, daarom. Ja, maar ja, ik heb niets te vertellen, dus. Oké. Ja, en oh ja, en ik. Oh ja, ik werk bij Albert Heijn, ik ben een artiest, dus let me know. Maar ik heb de ogen pop, dus ja, dus, dan is het dankjewel. Je mag daar weer aan aansluiten. Sluit maar aan. Waarom heb je hem niet gepopt? Nee, ik bedoel, heb je vragen voor haar? Ja, heb je jongensvrienden? Of ik vrienden? Jongensvrienden. Ja. Ik ben single, toch? Ja, dus man, ik weet me echt niet. Als je jongensvrienden hebt als meisje, dan... Nee, man, bij mij niet. Ja. Waarom niet? Wat? Ja, gewoon, kijk, weet je wat het is? Stel, ze krijgen nog intenties met hem of zo. Dat gaat niet. Maar zijn die jongensvrienden, guys, waarmee je vaker uitgaat, vaker gesprekken hebt, vaker belt het laat in de avond? Gewoon gamen, zeg maar. Ik ga ook niet uit, dus ja. Nee, ik blijf met mijn beslissing, man. Oké. Okay. Mag gaan. Sluit maar aan. Waarom heb je gepopt? Ik zeg je eerlijk, dat trekt mij ook, man. Ik heb van het verleden daar ervaringen mee. Ik hou daar niet van, man. Dat heeft hem... Maar misschien is het anders. Ja, dat zou kunnen zijn, maar mijn eerste intentie zegt toch, ik vertrouw dat niet, man. Waarom niet? Wat is gebeurd? Vertel me. Misschien kan ik je helpen. Ja, gewoon is vijf gegaan, man. Matito, vrienden, en jongensvrienden, vriend gegaan. Dus bij mij werkt dat niet, man. En ben je getraumatiseerd? Ja, niet getraumatiseerd, maar gewoon... Ik hou het in mijn achterhoofd, laat ik het zo zeggen. Okay, dus... Ik kijk twee keer nu naar die situatie. En hoe je twee keer kijkt, valt het af? Ja. Oké. Ik heb hem wel de kans gegeven, maar het plaatje is toch niet ideaal bij mij. Oké. Doe maar, kom. Waarom, in het begin had jij een ballon, je hebt hem gepopt. Waarom? Ja, sowieso was ik te donker. En ja, als ze niet weten hoeveel access heeft, is dat waarschijnlijk te veel voor mij. En ja, dat eigenlijk allebei gewoon samen. Maar ik ben misschien even donker als Georgie, dus... Hey, je spreekt het duur, man. Ja. Misschien nog wel donkerder, ik weet niet. Ja, dus dat is al niet goed, toch? Oké, okay. Duidelijk. Oké, okay, Samantha, vraag je. Wie hier in de line-up is eigenlijk wel jouw type? Niemand. Oeh. Dus ja. Wat doe je er dan? Nou ja, ik verwacht een mooie guys toch, maar dat is het niet. Ja, dat vind je ook kankerlijk. Oké. Ja, kijk, uitschat is een woord die ik echt niet accepteer. Ik geef je echt de eerste waarschuwing, ik wil je eigenlijk echt gewoon... Nog één kans. Beloof me niet meer doen, alsjeblieft niet. Oké, okay, sorry. Ja. Luister niet naar hem. Het is jouw mening, bleef bij jouw mening. De volgende keer zal ik wel je type regelen. Dankjewel, Samantha. Komt goed, doei doei. Oké. Okay. Bro, kan niet, man. Haal die tijd zoeken uit je mond, dat is eerste. En tweede gaan we naar de volgende dame. Oké, okay. Nou mensen, we gaan iets erin toevoegen wat nog niet is gedaan. De dame gaat de gelegenheid hebben om zelf te poppen bij deze guys. Dus het wordt de Woman Man Edition laatste moment. Oké, okay. De volgende dame mag komen. Nou vertel, wat is je naam, wat doe je dagelijks leven? Wat zoek je in een man? Mijn naam is Amira, ik werk als standaardassistente en ik zoek gewoon een lieve leuke jongen waar ik mee leuk op dates kan. Je hebt geen specifieke type qua uiterlijk? Nee, wat ik zie vind ik gewoon leuk. Dus, Oké, dan gaan we straks zien wat je hebt gezien. Nou, de bedoeling is dat je mag gaan poppen. Je hebt je nauwtje, we gaan één voor één aftrappen. Waar wil je beginnen? Wil je daar beginnen of wil je hier beginnen? Zeg je maar. Je beginnen hier. Oké. Okay. Dus, boys, houden jullie ballon voor jullie? Ik loop dichterbij.
Eén voor één moet je me zeggen waarom je hebt pop of niet. Oké. Okay. Ja. Dus ga je gang. Nummer 1. Wacht. Dat was snel. Wacht. Oké, ik wil echt meer voor je horen. Ja, stel jezelf voor, misschien werkt het. Ik wil echt een mensje zoeken, dus I will do anything. Ik heet Georgie, ik ben 25 jaar, ik ben half Surinaams Confederaans. En ik werk bij de Albert Heijn, voorbeeldmedewerker. 5 jaar heb ik vast plannen. Ik ben ook artiest. Ja. En ik gym, maar ik zat even te denken, misschien kunnen we... Als ik bijvoorbeeld 15 push-ups doe, en als ik geen 5 push-ups doe, mag ik me poppen. Vind je dat goed? Ja. Oké, let's go. Ik hou het. Ik hou het graag spannend. Dus wacht even, als je wat doet? Als ik 15 push-ups doe, en gedaan heb dan... 15 of 25? 25, zo goed. 25, ja. 25. Weet je 25 toch goed? 25, ja. De moeite van deze guy is geweldig. Let's go. We gaan tellen, boys. Klaar. Ja. 1, 2, 13, 14, 15, 16. Ik kan niet meer, man. Doe op. Dus Pumba. Nou, dankjewel voor de moeite, maar sorry. Hey, man. Niemand ervoor. Ja, Georgie, je mag weer gaan staan. Duidelijk. Volgende, loop mee. Ik hoor dat je naast me staat. Oké. Okay. Ja. Je houdt hem? Hij mag nog blijven. Oké. Okay. Je kan me direct zeggen waarom je hem houdt. Ja, je ziet er verzorgd uit. En leuk jasje. En ja, outfit vind ik wel leuk. Baard, verzorgd uit. Dus ja. Stel jezelf voor. Ik kan meer over, man. Ik wil meer luisteren, zeg maar. Dus je ziet haar eigenlijk ook zitten. Ja. Oeh. Let's go. Oké. One. Hier. Ja, jij mag ook wel blijven. Je ziet ook verzorgd uit. Volle haren hou ik ook van. En ja. Oké. Goed. Ja. Leuke stilo, leuke lach. Dank je. Mag ik blijven. Wat zeggen? Jullie mogen natuurlijk wat zeggen, hoor. ik hoef niks te zeggen. Duidelijk. Oké. Deze gast. Ja, ik denk dat jij misschien wat jong bent voor mij. Dus, hoe heet je dat? Ben je 19? Ik ben 20. 20? Ja. Ik denk, ja, een beetje jong voor mij. Ik ben 24 zelf, dus... Sorry. Geen probleem. Is zij wel jouw type? Zou wel kunnen. Oké, okay, ja? Ja, zeker. Oké. Okay. Deze gast? Mag niet, hè. Ze heeft 2 gepoft. Ja. Dat was een afspraak. Ja, bro. Oké, doe mooi. Kom. De bedoeling is dat eigenlijk, je hebt nog zoveel ballonnen over. Oké. Boys, ik wil al die boys die gepopt zijn, die kant. Loop even naar die kant. Georgie, ga maar naar daar. Oké, ik ga hun nu vragen of zij hem gaan poppen of niet. Oké, ja. Jij gaat hem niet poppen, jij gaat hem niet poppen, jij gaat hem ook niet poppen. Als je hem wil poppen, inpoppen. Ja. Je wil hem poppen. Waarom? Kom. Ook 20. Dat is even oud. Ik ben te jong. Maar dat bepaal jij niet. Voor hem was ze ook te jong. Maar ze is er bij jou niet. Dus. Maar dus wat je zegt is dat je haar te oud vindt. Ja, een beetje misschien voor mij 24 vind ik wel een beetje oud. Oké, dan mag je weer daar gaan staan. Waarom sta je zo ver? Is dat helemaal die kant? Oké. Boys. Nee, ik ga hem nog vragen. Zou je hem poppen? Nee, ik zou niet poppen. Maar dan zou ik poppen. Oké, ga je poppen? Ik heb nog geen reden om te poppen. Oké, mooi. Nu gaan we dan intieme gesprekken voeren. Heb je vragen voor deze 4 gasten? Mag je ze stellen? Ook omgekeerd. Ja, even niet over nagedacht, maar wat doen jullie in het dagelijks leven? 1 voor 1. Werken. Ja. Niks speciaal. Werk, sporten, ja. Oké. Tot het. Ja, werken, autohandelen. Oké. Ik voetbal, kickbox, fysiotherapeut. Dus kan je goed masseren als je wilt. Oh ja. Ik werk ook gewoon, ben veel met vrienden, familie. Dat dan, man. Maar ik heb wel een vraag. Ga je gang? Kan je koken? Ja, zeker. Oké. Wat kan je koken? Wel veel Iraanse gerechten, dus ik weet niet of je daarvan houdt. Maakt niet uit, ik kan het proberen toch? Je moet ergens wel openstaan. Ja.
Zeker, zeker. Boys, als jullie vragen hebben, mag je ze stellen. En wat doe jij voor een leven? Ja, ik ben tandartsassistent. En in mijn vrije tijd gewoon met vriendinnen wat leuks doen, uit eten. Ik hou van films. Dus, Goeie school. Okay. Je had een vraag? Ben je Iraans? Ja. Oké, wat ben je? Shamanai of... Shamanai? Ja, ik weet niet hoe dat zeg, maar oké, schot dat. Maar waar woon je? Ik woon in Roosendaal. Roosendaal, dat is wel een beetje een eindje hoor. Jongen. Ja, maar natuurlijk, als je de persoon leuk vindt of je houdt van de persoon, ga je zover. Ja, ligt er aan waar, joh. Oké. Heb je vragen voor deze? Nee, ik weet het niet. Heb je geen vragen? Nee. Dus je weet genoeg? Ja, ik denk het wel. Dus eigenlijk weet je al wie jij ziet zitten? Ja, het is wel moeilijk hoor. Zo, Nee, het is niet moeilijk. Hallo. Sorry. Andere dames zouden nu al gepopt zijn. Je, okay. Je hebt nog de kans dat guys geïnteresseerd zijn. Wat wil je nog meer? Ja, ga je gaan. Val je op, wat val je? Midden-Oosten, Arabieren? Sowieso Midden-Oosten wel, ja. Midden-Oosten? Snel. Ja. Ik ben Noord-Afrikaan. Oké. Duidelijk. Maar zijn er uitzonderingen? Ja, ik val toch wel op donker haar, donkere ogen. Zo. Alright. Finale ronde. Boys, hebben jullie vragen voor haar? Onthoud. Deze dame hoort de specialiteiten te hebben die je zoekt in een vrouw. Dus ga je gang als je vragen hebt. Zo niet, heb je vragen. Zo niet, moet je echt gaan kiezen. Oké. Okay. Noem je rustig. Vraag maar. Hoeveel X heb jij? Twee. Ja, dat was. Sterk. En wat doe je in vrije tijden? Bioscoop en wat nog verder? Bioscoop, gewoon naar de stad of zo. Oké, met vrienden? Met vrienden of met mijn moeder, ja. Oké, misschien moet ik helpen. Mooi. Zie je jezelf trouwen? Ja. Hoe oud? Weet ik nog niet. Stel je voor, deze guy gaat nu op zijn knieën. Ga je ja zeggen? Nee. Dit is niet per se om hem, maar ik bedoel qua leeftijd. Nee, qua leeftijd, ik wil eerst nog meer bereiken in mijn leven. Okay. Meer stabieler zijn. En ja. Wat zijn drie specialiteiten die je zoekt in een man eigenlijk? Wat moet hij allemaal hebben om jou te kunnen verzorgen? Loyaal, respect en leuk vinden om met familie te zijn ook. Zijn jullie familiemensen? Niet echt man, ik ben niet echt man. Je bent niet met familie? Nee, weinig joh. Oké, jij? Ja, wel. Oké. Dus wacht even, dus alleen omdat je niet met familie bent, moet dat echt zo zijn? Ja, ik vind het wel belangrijk dat er gewoon band met de familie gewoon goed is, toch? Want ik ben mezelf heel erg een familiemens, dus ja. Oké, maar stel je voor, want ik probeer echt alles hier. Stel je voor, hij is niet goed met familie, omdat zijn familie, bijvoorbeeld, hè, omdat zijn familie geen goede mensen zijn. Waarom zou hij goed met hun moeten zijn? Dus wat heeft dat met jullie relatie te maken, dat hij goed met familie is of niet? Als je echt diep erover nadenkt. Ja, maar zij zijn ook voorbeelden. Ja. Kun je altijd gesprekken. Ja. Dus je mag mijn ballon hebben als je wilt terug hebben. Oké, je mag natuurlijk daar gaan staan. Yes. Heb je vragen voor haar? Nee? Nee, dat is al genoeg. Zie ik dan een match? Ja. Ik weet het niet. Wat weet je niet? Ja, je hebt wel een mooie tatoeage. Wat staat er in je nek? Mag ik vragen? Familieletters. Dus hij is wel een familiemens. Ja, nee, dus... Precies. Ja. Zie je een match? Heb je een tatoeage ook? Ja. Waar? Eentje achter mijn oor en eentje op mijn arm. Ik kan het niet zien achterop. Ja, het is gewoon een klein maandje. Oh ja. Dat vind ik mooi ook. Iets speciaals of zo. Ja, ik heb net. Heb jij ook een vraag voor mij? Ik kan het stellen. Nee, ik denk wel dat het goed is. Je weet genoeg. Ja. Dus ik zie wel iets goed. Ja hoor. Ik ook. Ik zie je mee! Mooi. Oké, ik wil graag weten, waar zou je haar brengen op eerste date? Ja, gewoon uit eten. Waar?
Wat vind je leuk? Uit eten, ja. Ja, jullie zeggen uit eten, maar waar? Misschien ergens restaurant. Waar zij wil. Waar zij vindt lekker. Misschien kunnen we een Iraanse restaurant uitproberen. Ja, ik kan altijd proberen. Oké, okay, nou, pak haar. Ga jullie maar lekker jullie leven leiden, man. Go! Doei! Super awkward. Oké, okay, nou, de volgende dame mag komen. Ja. Goed nieuws. Oké. Okay. Daar begint het bij. Maar dat is maar één, is niks. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je in een man? Ik ben Nina, 33. En wat ik zoek in een man is... Loyaal. Een loyale man? Ja, gewoon van. Ja, je code wel, ja. Ik besef het nu bij sorry. Je code. Sorry. Die moet je wel echt uitspiegelen. Ja, vertel. Ja, Nina, 33. Ja, dat was het. Oké, okay. Nou, wat is eigenlijk je type qua uiterlijk? Qua uiterlijk toch wel Arabieren. Donkaar, baardje en ja, goede baan. Oké. Okay. Ja. Eindje over. Er waren wel twee Arabieren daar. Ja. Je gaat ze zo spreken, misschien kan ik ze overtuigen. Misschien is er nog een gouden baan te vinden. Maar we hebben nog één, kom, loop mee. We hebben nog één persoon hierover, maar die houden we aan. We gaan vragen waarom ze hebben gepopt. Oké. Okay. Vertel, waarom heb je gepopt? Dat is voor mij te oud, man. Ja, begrijp je. Waarom heb je gepopt? Bro, ik ben geen Arabier, man. Het is wel mijn type, maar... Is dat je uitzondering? Nee. Helaas, man. Volgende dan. Oké, okay, vertel. Het is te oud, man. Ja, en 20. Liefde, vertel. Ik ben niet... Ik weet niet, ben je echt 33? Ja, 33. Je lijkt echt op 27, 26. Nou, dankjewel, dat is een compliment, toch? Je ziet er echt mooi uit. Ik vind die krullen echt zo, wauw, ja. Lekker wild. Ja, lekker wild, precies. En ja, en wat voor wat werk doe je eigenlijk nu? Interieurverzorgster, om het netjes te vertellen. Op z'n Hollands. Ja, nee, ik wil je wel. Nee, duidelijk. Duidelijk. En, ja, ik sport. Sport, ja. 5 keer per week. Oké. Okay. Wow, dat is... Soms wel 7 keer per week. Zang er maar vanaf. Elke dag. Dus ik zoek een hele grote, sterke man. Ja? Ben je sterk? Nee. Ja, dat is jammer. Ik ben wel sterk met mijn songs, nog met mijn stem, maar niet met sterk zijn met mijn spieren en zo. Maar ik... Dus je tongspier is wel sterk. Wat je zegt. Ja, ja toch? Ik kan het uitzoeken, dus... Jij kan het uitzoeken of zeggen? Jij kan mij laten... Ze kan je laten zien. Ze kan je laten zien. Ik kan het laten zien. Zeker. George, je bent... Je bent echt grappig, man. Vertel, waarom ben je gepopt? Zijn ze oud van mij. Zit 9 jaar toestand. Je bent wel echt haar type. Nee. Nee? Nee. Arabier, baard. Nee, ik hou echt van groot en gespierd. Minimaal 1,80. 1,85. Ja, ik mis 4 centimeter nog. Waarom ben je gepopt dan? Dat is niet mijn type, ben wel oud, man. Oké. Okay. Nou. Is maar leeftijd. Ja, is maar leeftijd. Kom maar naar achter. Maar kijk, je moet jezelf niet onderschatten. Nee, maar bro, zegt 1,85, dat ben ik al helemaal niet, dat is 1. Ik heb geen baard. Nee, ja, bro, what the fuck. En zegt hij is ook niet groot? Ook niet. En ja, Arabier, ja, ik weet niet. Nee, duidelijk. Ik heb je lesje type niet gevonden. Misschien de volgende keer ga ik echt mijn best doen daarvoor. Ja, nou ik ja. Dat is goed. Nou, dankjewel. Ciao. Dankjewel. Nou, oké. Okay. We doen weer een tweede ronde. Jullie boys mogen 1,80 maken. Oké, okay. Laat haar maar komen. Nou, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je in een man? Ik ben Jalena. Ik ben gewoon een beetje thuis. Huishoudelijke dingen doe ik dagelijks leven. Okay. Ik werk bij de McDonald's. Nee, je krijgt alleen korting. Oké, okay, ja. En wat zoek je in een man? In een man, loyaliteit. Voor de rest gewoon boven de 1,75. Niet echt verder iets of zo. Light skin tot dark skin. Oké.
Oké, okay, dus... Oké, okay, goed. Boys, 1,80. Oké, okay, niemand pop. Dat is een goede teken. Laten we gaan kijken waarom ze niet hebben gepopt. Doe yes. Even mee. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Ik ben sprakeloos, man. Oh, oké. Okay. Ja, man. Ja? Ja, mag, kan je opnieuw voorstellen? Sorry, ik was even... Jalena. Lina, wat ben je? Ik ben 19. 19. Je bent... wat voor werk doe je? Sorry. McDonald's. McDonald's. En wat is je hobby? Ja, ik vind het leuk. Alles. Zingen, rappen, tekenen, dansen. Kan je rappen? Kan je zingen? Een beetje, maar ik ga het niet doen. Oké, oké. Oké, maar ik wil één ding zeggen tegen jou. Stel je voor, we zijn met z'n tweeën. We zijn alleen in het huis. We blijven week. We willen eten en zo, alle dingen en zo. Maar we zijn met z'n tweeën. Wat zou je met doen met mij eigenlijk? Met jou? Ja. Ik zou niks met je doen. Wauw. Ik zou wel iets met je doen. Nou, dat is oké. Meer jouw probleem. Mijn probleem? Ja. Volgende. Ik wil, wat, nee, wat, nee, maar wacht. Ik wil met jou, nee. Ik wil met jou in Spanje gewoon met je zitten en lekker met samen bad gaan, toch? Ik sla over jou. Nuspang. Nuspang. Vertel, waarom pop je niet? Kijk, ze lijkt me gewoon een aardige dame. En wat was je afkomst? Ik ben Surinaams, Servisch, Nederlands. Nog Javaans? Surinaams, Servisch, Nederlands. Oh, pittige afkomst, man. Ik zeg je eerlijk. Oké. Okay. En ja, ik ben luidkind. Ja, duidelijk. Doe mee. Waarom pop je niet? Ja, gewoon even kijken. Ziet er gewoon goed uit. Dus even kijken wat is. Duidelijk. Waarom pop jij niet? Ik wil ook wel meer weten, man. Ik heb nog niet zoveel gehoord. Ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Waarom pop jij niet? Ziet er goed uit, man. Ik wil meer weten. Meer weten. Nou, wat vind je hiervan dat zo alleen op? Ziet eruit als aardige mensen. Mm-hmm. Ja. Dat alleen? Huh? Dat alleen? Op zee, ja. Wat zei je? Wat zei je? Ik ben voor jou een stoute jongen. Oh, ja. Ik hou niet van stout. Nou, kunnen we veranderen. Ik heb liever als een man luistert naar me. Nee, dat zou je... Nee, wat de fuck, broer? Kanker! Nee, man. Dat sowieso niet, man. Ik heb wel de broek aan. Nee, man. Maar je vindt het leuk om in de relatie de dominante te zijn? Soms. Ligt eraan wat voor situatie. Maar meerdere keren wil je dominant zijn dan? Ja. Oké. Okay. Ik sta wel gewoon waar ik sta, snap je? Ik wil wel wat ik wil. Ja. Ga je uit? Wow, ik kom bij jou, Oké, okay. Jij mag natuurlijk die kant. Boys, sluit maar aan. Oké, loop even mee. Yes. Nou, je hebt nog 4 guys over. De bedoeling is dat jullie intieme gesprekken hebben. Als je vragen hebt, mag je ze stellen. Zo niet, ook omgekeerd. Intieme? Ja, als je vragen hebt, mag je ze stellen aan deze. Oké. Aan deze gasten. Alvast. What? Hé, hey, rustig. Oké. Ik ben bij een poppen, maar... Hé, die zag je wel komen. Oké. Nee, poep maar. Je mag poppen. Is geen probleem. Nee. Ik wil geef kans. Heb je vragen voor haar? Ja, je maakt muziek uit, toch? Ja. Wat voor muziek? Engelse rapmuziek. Beetje vrouwelijke baddy muziek. Megan Thee Stallion. Je kan zingen? Huh? Je kan zingen? Een beetje. Kan je zingen voor me? Nee. Ik kan ook zingen voor terug. Oh shit, nee, ik moet zeggen. Nee, volgens mij heb ik je al gehoord. Ja? Wow. Ja. TikTok. Je hebt poekoe gemaakt, toch? Ja, dat klopt. Jojje gaat je laten zien. Zingen. Nee, ik ben het voor al weten. Zonder broer, dit is, al, nee, is genoeg. Maar je vindt poekoe wel catchy, toch? Ik heb alleen een klein stukje op TikTok gehoord. Ah, dus je hebt als ik hem helemaal luister, dan kan ik je zeggen wat ik ervan vind. Snap je? Ik ga niet snel oordelen. Alvast. Opnieuw. Doe maar. The fuck? Ik ben de kloon, man. Ik had het interesse, maar ik had geen interesse. Oké. Nou, wat zeg je? Jullie tweede kans? Waarom wil je tweede kans? Ik was een beetje te wild, man. Oké, sta maar hier. Maar hoor je dat, of niet? Sluit maar aan. Neem me maar. Huh? Ja? Neem me maar. Oké, okay, goed. Nou. Als je vragen hebt, mag je ze stellen. Boys ook terug. Heb je vragen voor haar? Sport je een beetje. Ja. Wat doe je? Gym gewoon. Hoe vaak? Ja, niet echt vaste dagen, maar misschien kan je het een beetje aan me zien.
ik weet niet. Sure. Dus ja. Oké. Oké, kom. Vragen voor haar? Je kan koken? Ja. Wat kan je koken? Voor alles. Surinaamse bami, nasi. Ja, voor alles. Beef teriyaki. Voor alles. Oh, ja, voor uitgaan en zo? Of ik vind het soms wel leuk om met mijn vriendinnen uit te gaan, ja. Oké. Maar ik ben niet elk weekend daar. Oké, beter. Heb je jongensvrienden? Ja. Waarom mag dat niet voor jou? Gewoon, maar niet met andere jongens. Maar ze is single, toch? Ja, ik ben single. Ja, nog, nee, man. Ze moet alleen maar met... Ja. Oké, natuurlijk. Kom maar hier. Heb je vragen voor haar? Ja, hoeveel ex heb je gehad? Twee, oké. Dus je body can say? Nee. Oh, meer? Ja. Oké, en hoe lang was het uit met je ex? Ja, echt een tijdje. Denk heb je nog contact met hem? Soms. Ja? Nee, ik kan. Ja, dat kan niet, man. Geef de tweede kans, bro. Ja, ik heb nog contact met mijn ex. Kan niet, bro. Met je ex? Kan niet, man. Nee, oh ja, ik ben nog single, toch? Ik mag zelf weten wat ik wil. Ja, maar wacht. En op het moment dat ik met iemand ben, dan heb ik sowieso geen contact meer. Maar als jij nog contact met hem hebt, wil je nog iets van hem? Je hebt altijd een zwak voor iemand. Ja. Maar zijn ex voor de liefde, toch? Ja. Hm? Dus inderdaad, maar het is toch, ik ben toch nu niet met hem? Ik heb drie keer, eigenlijk wat zeg ik allemaal. Je mag zeggen wat je wil. Kijk, als je een boek leest, kan je het niet opnieuw lezen, ja, tenzij het leuk vindt. Maar ja, ik heb er niks aan, want ik weet toch wat het einde is, toch? Ja. Of niet? En het is niet voor niets uit, toch? Ik weet niet, kijk, ik wil niet in je dingen bemoeien, maar het zal vast een reden hebben. Ja, klopt, inderdaad. Oké, dus jij pop ook omdat ze jongensvrienden heeft? Ja, die laatste drie, vier antwoorden, die passen niet bij mij, man. Dus, ja, ik ben er weinig mee, toch? Too much, hè? Ja. Een mooie meid, man. Dankjewel. Ja, oké, nee. Moet je lekker op Romy Indy. Oh, nee. Wat zei je? Je lijkt echt Romy Indy, man. Zeg eerlijk, met die haren en zo. Ja, maar je lijkt echt Romy Indy. Ze heeft wel mooie haren, hoor. Zeker, maar misschien moet je elkaar gaan chillen. Jij en Romy. Of andersom. Dan moet Romy het aan mij vragen, snap je? Ik heb Romy's TikTok. Ik kan wel vragen of je met haar kan chillen. Dus, ja, je weet me nooit. Is, ik denk dat Romy ook jouw interesse heeft met... Dat is lesbisch, bro. We zitten in de 18-plus wereld. Nee. Oh, wat zeg je? Nee, dus daarom dacht ik wel, wat zegt deze man? Oké. Is een van onze type. Ja, wie is hier je type? Dat zou ik je net vragen. Nou, als ik van iedereen zou kiezen, zou hij meer mijn type zijn. Andere ballon, bro. Nieuwe ballon. Wacht. Nee, sta hier, nee. Oké, schuif aan. We gaan hem nog een ballon geven. Er is potentieel hier iets. Oké, mooi. Je haalde net aan dat eigenlijk hij het type is. Hij heeft de ballon gepakt. Dus er is nog kans hier. Heb je vragen voor hem? Heb je vragen voor haar? Waar kom je vandaan? Gewoon afkomst. Allebei. Ik woon in Amsterdam en ik ben Marokkaans. Oké. Jij? Ja, ik wist dat van jou. Ja, en ik kom uit IJmuiden. IJmuiden? Ja. Oké, je mag wel naar mij reizen. Dat is ook... Nee, grapje. Ik mag niet zo goed doen. Ik mag grapje. Je mag het doen, ja. Tuurlijk. Oké, zeg maar, stel we zijn een match. Waar denk je dat ik je zou meenemen? Of waar wil je dat, zeg maar? Iets actiefs. Ik hou niet van eten en elkaar aan zitten kijken en awkward te zijn. Hou je niet van eten? Ja, ik hou inderdaad wel van eten, maar niet als een date of zo. Kijk, ga met mij laser game of zo, weet je wel. Oh, gewoon game. Zulke dingen. Activiteiten. Ja, gewoon activiteiten. Oké. Wil je meer van hem weten? Ik acteur. Huh? Ik ben acteur. Acteur? Ja. Waarin heb je gespeeld? Ik zweer het. Mokromafia. Mokromafia, Tata's 2, See Him, Siri. En nog andere films. Acteur? Ja, man. Hey, hoek me op, man. Ik wil acteren. Ja, dan moet je me melden, man. Ja, let's go. Ik ben al goed. Ik weet niet voor jullie. Check het out. Ja, voor de rest wil je nog meer wat eten of zo? Nou, eigenlijk, je hebt me twee keer al gepopt, hoor. Hey, bro. Hm? Goed zo. Doe. What's going on? Hij gaf de kans. Ja, nee, maar het gaat erom... Je ging met... Snap je? Dat is sowieso niet bij mij. Je moet het willen of je moet het niet willen. Duidelijk zijn, direct. Jammer. Ik hou van directe mannen. Oké, nee, is goed. Geen probleem, we houden hem dan hier. Ik heb wel geen match voor je kunnen vinden. Wat vind je zelf ervan? Ik vind het nu prima.
Maar misschien volgende keer. Misschien de volgende keer, inderdaad. Moeten jullie boys nog iets zeggen? Nee? Nee, goed. Nee, dankjewel. Nou, gaan fijne maar. Avond. Ah, shit, man. Oké. Ik heb geen match voor je kunnen vinden. Wat vond je van deze aflevering? Aflevering, ja, was wel leuk, man. Ik zeg eerlijk. Maar, ja. Ja, toch? Ja. Was leuk. Oké, wat vind je ervan? Ja, was gewoon gezellig. Oké. Was leuk. Wat vind je zelf ervan? Ik vond het leuk, man. Maar ik wil meer... Vlees. Meer vlees. De dames van deze aflevering waren... Ik wil geen slechte dingen over ze zeggen. Want iedereen was op zijn eigen manier mooi, toch? Mm-hmm. Maar ik zelf hou van meer vlees. Ja, ja. Dus misschien volgende keer, man. Volgende keer? Wat vond je... Ja. Wat vond jij ervan? Ik vond het hard. Ik vond het wel beter dan vorige keer. Wat hij zegt, mijn vlees, dat klopt. Tot nu toe heb je geen match gevonden, hè? Nee, nog steeds niet, hè. Bizar, heel bizar. Dan ben ik nog een keer bij Pop de Balloon. Maar hoe komt het dat je geen match vindt? Ik weet niet, man. Het is gewoon, iedereen is anders. Ja, niet iedereen is anders, maar het is gewoon... Het ligt eraan wat die persoon wil. En ik kan niet echt iedereen laten... Ik kan niet echt zeggen van, ik doe dit en dat, maar... Ja, weet je, ik heb geen match gevonden, man. Maar misschien volgende keer. Volgende keer kom ik wel weer van de Pop de Balloon. Ik zeg wel veel dingen, man. Ik zeg heel veel dingen. Escape die nee, man. Dankjewel. Wat vond je zelf ervan? Ja, maar geen match, maar het was wel een leuke ervaring. Oké. Okay. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als jij wil meedoen met de volgende Pop de Balloon aflevering. Vergeet je niet aan te melden via mijn social. Of iemand anders, maar goed. Nee, wat zeg je dan? Nobito. Ik kan verder. Ik zie jullie later. Mensen, zoals jullie zien, we hebben nu een opname staan. De dames zitten helemaal achterop, de boys zijn boven. Ik denk dat jullie sowieso denken dat het makkelijk gaat, maar het is niet makkelijk. Weet je, twee dames hebben vandaag afgemeld, risico van het vak. Dus nu gaan we ze overtuigen dat het een man edition wordt in plaats van een woman edition. Ik ben eigenlijk noodgedwongen om een man edition te doen. De reden waarom. Misschien twee dames die hebben afgemeld. Ik heb intussen tijd proberen te zoeken. Is me niet gelukt. Dus de vraag is dan. Oh. Zijn jullie oké mee als ik een man edition doe? Die mannen zeggen we hebben geen drinken, pa. Ik kom big clutch met twee drinken. Drie drinken, vier drinken. Net als hoe ik jullie een beetje de briefing heb gegeven, ga ik het hun doen. Oké. Hi boys, jullie gaan poppen. Ja? Ja! Eén ding boys, ik weet niet als jullie die andere shows hebben gezien, maar daar is het echt op rellen, sensatie. Dat is niet echt mijn ding. Ik ben echt op respectvol, maar je moet wel eerlijk zijn. Tuurlijk, maar niet als je scheldt of je ouders enzo. Nee, je gaat niet. Nee, alsjeblieft niet. Mensen, dit soort dingen gebeuren. Dit soort struggles heb ik. Dame meldt af, jongen meldt af, ik moet schakelen. Maar ik doe elke week om mijn best te doen. Dus toen ik weg was, was ik gewoon ziek. Maar niet dat ik geen zin had. Ik was gewoon ziek. Het is gewoon rekening wanneer een guy ziek is. God damn, man. Hey, schep. Pop de balloon. Hey, pop.